my god! Whoa! Dit cruiseschip botste afgelopen weekend tegen een ijsberg in Alaska. En dat was behoorlijk schrikken voor de passagiers. And all of a sudden, boom, the whole ship shakes. And I'm like, whoa, what's going on? And then I just start recording. And I look at the front of the ship, and all I see is just an iceberg just turning over and coming down. And I was like, oh my god, we hit an iceberg. It's like someone slamming a door, really. Oh, yeah. Like, that's the biggest sound. Het doet veel mensen denken aan de ramp met het schip de Titanic, waar een bekende film van gemaakt is. Het grote schip botste 110 jaar geleden tegen een ijsberg en zonk. Van de 2000 mensen die aan boord waren, overleefden 1300 mensen de ramp niet. Oh my god, Titanic 2.0. Gelukkig liep het nu veel beter af. Het schip raakte wel beschadigd, maar het kon gewoon blijven varen. Alle passagiers kwamen veilig aan in de haven. Reden genoeg voor een feestje, vonden ze. We had a party actually that night after they hit the iceberg. We had people make t-shirts. We had an iceberg celebration party. We survived the Titanic 2.0.